Hierbij een uitleg hoe ik de bril heb gefotografeerd. Dit is de bril. Die heb ik gekregen van Thomas van Brink. Dank voor het cadeau. En ik dacht, het is mooi om deze te fotograferen. Als een mooi advertising shot. Wat je ziet is zeg maar het hoofdlicht. Dat is die. Dat is een glimmer voor de bril zelf. En dat is een invullicht. En dan hebben we nog een zwarte achtergrond aan die kant. Eigenlijk wilde ik ervoor zorgen dat je het glas van zwart, dat je daar een verlopen ziet van wit naar zwart in beide glazen. En ik wilde eigenlijk voornamelijk de randen, de contouren van de bril laten zien. Met een klein beetje een groothoek. Dus dat je eigenlijk een soort van ook diepte creëert als je vanuit dit standpunt zou kijken. De glazen. Het is moeilijk om die direct met de lamp erop te richten. Daar zit een uitdaging. Maar als je eigenlijk kijkt met de opname. Ik zal even kijken of hij nog steeds staat ingesteld zoals ik hem had. Aanzetten. Dezelfde timer staat aan. Ik doe hem even uit. Ik had hem op dezelfde timer staan omdat je anders de opname beweegt in alle opzichten. Want deze staat aan een statief. Daartussen staat een invulscherm. Een invulscherm heeft contact met het statief waar de bril op staat. Dus als ik hier op druk, beweegt de bril. Dat moeten we niet hebben. Daarom fotografeer ik via de timer. Hoe die afvuurt is via de radiotrigger. Die heeft namelijk verbinding met de eerste lamp die afgaat. Als die. Als die afgaat, wordt die ook afgetriggerd. En dan zijn het twee flitsers die eigenlijk meedoen aan de hele set. Geen verbinding kennelijk. Testje. Omdat hij niet aanstaat. Haha. Nog een poging. Boom. Dat is hem. Waar je dus voor moet zorgen, is dat de verloop klopt van wit naar zwart. En dat doe je door die dus van wit naar zwart te belichten. Dus vandaar dat die lamp met de pit in de hoek wordt verlicht, die dus verloopt qua licht naar steeds donkerder. En dat wordt gereflecteerd van hier, ziet het een klein beetje, naar daar, naar zwart. Je ziet trouwens dat dat gereflecteerd wordt. Dus als je hoek klopt, kan je dus de hele plaat reflecteren in de bril in deze hoek. Dat is hoe ik eigenlijk alleen het glas uitleg. Het feit dat het hoofdlicht eigenlijk soort van aan de achterkant van de bril wordt geplaatst. Kijk. Zo ja. Je ziet dus dat de lamp eigenlijk parallel staat aan deze lijn. Deze twee lijnen eigenlijk zo. Zo staat ook de lamp. Zie je? En daardoor valt er geen licht op de zijkant. Want deze licht mikt zich naar beneden. En als je dan de hoek naar de camera telt, zo, zie je dus eigenlijk alleen de rimlight zelf, oftewel de contour. En je ziet het ook hier door mijn zoeker. Dit lichtje hier zo, aan de onderkant van de rand van de bril, dat daar ook een wit randje loopt. Dus niet alleen boven, maar ook onder. Nou, en die wordt eigenlijk verzorgd niet door een tweede lamp, maar door een invulscherm, wat hieronder geplaatst is. Die eigenlijk parallel loopt aan het hoofdlicht. Nou, niet helemaal parallel, maar je ziet dat die schuin is en dat heeft ermee te maken omdat ik ook de onderkant daarvan wil meenemen, hiervan. Nou, en dat is dan eigenlijk door de kamer heen kijken en schuiven en hoeken van dat scherm daaronder. Dan zie je ook de achterkant. Nou, had ik niet een heel groot papier, maar wat ik er wel had is een groot stuk doek. Wat ik hierachter heb opgehangen.
die ik er eigenlijk zodoende achter kon zetten dat hij grotendeels de bril op zwarte achtergrond wordt gefotografeerd. Want uiteindelijk snijd ik hem en krop ik hem bij tot aan bijna het einde van het pootje in Photoshop. Dus daar het beeld wordt er dus bijgesneden. Ik schiet hem dus wat ruimer dan nodig is, zodat ik later kan bijsnijden. De bril heb ik uiteraard gepoetst. Dat soort dingen. Ook nog één ding om het te vermelden. Dat verloopje, die, om daar die lamp neer te zetten, waar ik het net over had, kan dus niet met statief. Want als ik die, ten eerste is er geen plaats om daar een statief neer te zetten. En ten tweede zou het statief eigenlijk door die plaat heen lopen, die dus ook zou reflecteren in de brilglazen. Dus dat was een probleem en daarom heb ik dat opgelost met een boomstatief die dus in de lucht wijst. Nou, ik hoop dat je dus hier wat meer inzicht hebt in waarom ik de bril op deze manier heb gefotografeerd. En dit is het resultaat. Laat me weten wat je vindt. Dat was hem. Later.